Al tijden ligt burgemeester Wolfsen onder vuur. Na eerdere blunders wordt hem de laatste weken laks optreden verweten in de zaak van het weggepeste homostel Hans en Ton. De burgemeester overleefde vorige week te nauwe nood een debat over die zaak. Vandaag komt de kritiek uit de Tweede Kamer. PVV-kopstuk Hero Brinkman vindt dat Utrecht verlost moet worden van burgemeester Wolfse. Zo'n belangrijk onderwerp als, een als binnen dat veiligheidsdomein vind ik dat als je ziet als centrale overheid dat zoiets gebeurt, dan moet je ingrijpen. Gilbert Isabella is de fractievoorzitter van de PvdA in de Utrechtse gemeenteraad. Ja, ik vind het heel bijzonder dat nou een PVV'er als de heer Brinkman, en volgens mij riep hij ook, ook de koningin nog aan... Zich met dit soort procedures bemoeit. Als hij de wet echt goed kent, en daarvoor zit hij in de Tweede Kamer, weet hij dat de gemeenteraad voordraagt, dat de minister voordraagt aan de koningin en dat de kroon benoemt. En als hij dat wil wijzigen, dan moet hij dat in de Tweede Kamer regelen. Maar dat wil hij. Hij wil de wet wijzigen. Ja, ik zou zeggen, succes, meneer Brinkman. De afgelopen weken hebben we de P van de A niet zoveel gezien. In de wandelgangen hoor je bezorgdheid van P van de A'ers over burgemeester Wolfsen. Maar officieel vindt de P van de A hem gewoon goed. Ik vind het een goede burgemeester, omdat ik heb gezien dat hij zijn hart op de goede plek zit. Dat hij zich drie keer in de ronde werkt voor deze stad en zijn inwoners. Dat hij behalve zeg maar, alles wat we in deze stad over hem heen zien komen. Dat hij ook gelukkig andere goede dingen kan laten zien. En dat is uiteindelijk wel een van de dingen waar we ook natuurlijk naar hebben gekeken toen we een nieuwe burgemeester uitzochten. En toch is het gek dat de Utrechtse P van de A niet wat openlijker steun uitspreekt voor hun eigen burgemeester. Ja, maar waarom zou ik als, als. Legt u mij dat eens uit, want ik snap uw vragen. Maar waarom zou ik nou als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. campagne moeten vo gaan voeren voor de burgemeester van Utrecht? Want zoals u weet, de burgemeester staat boven de partijen. Dat geldt ook voor deze burgemeester. Ik ben niet aangesteld en benoemd in deze gemeenteraad om campagne te voeren voor welke burgemeester dan ook. Dat doe ik dus ook niet. Wij staan hier voor het Partij van de Arbeid geluid. Anders gezegd. De Utrechtse P van de A steunt deze burgemeester. Maar hij moet wel zelf zijn eigen kastanjes uit het vuur halen.